Ronald Evert, wat is de functie van jou binnen het CDA? Ik ben in Wassenaar de fractievoorzitter van de CDA. En wat houdt dat in? Dat ik leiding mag geven aan onze fractie. En ik ben ook al heel erg lang actief in het CDA. Ik ben vroeger al eens een keer raadslid geweest. En nog veel langer geleden bloedfanatiek als CDA geweest. Wat is dat? CDA. Dat is voor de jongeren van 16 tot een beetje 30 zo ongeveer. En daar hadden we hier in Wassenaar 50 leden. En dat waren echt de grootste jongerenkern van heel Nederland. En dat was natuurlijk met zo'n gemeentetje als Wassenaar, geen studentenstad of wat dan ook. Dat was natuurlijk wel helemaal te gek. En waar maken jullie je vooral hard voor in deze gemeente? Nou, in Wassenaar is het natuurlijk, we zijn een aantal jaren flink in het nieuws geweest. En wat een van de allerbelangrijkste dingen wel is, gewoon dat Wassenaar gewoon lekker het is niet alleen een hele mooie gemeente, maar ook gewoon een hele stabiele gemeente. En dan zijn er wel een paar uitdagingen. Jarenlang werd er over heel veel dingen gesproken en maar praten en maar praten. En ik vind het ook wel heel mooi om nu ook echt het verschil te maken. En dat is hier, de sporthal is daar één van. De sportclubs in Wassenaar hebben op een gegeven moment het initiatief genomen om tot een nieuwe sporthal samen te komen. Dus van twee sporthallen naar één. En dat is natuurlijk wel een heel mooi voorbeeld dat je daar dan ook gewoon je bijdrage aan kan leveren om die ook daadwerkelijk te gaan realiseren. En naast de sporthal is een ander dossier wat in Wassenaar al jaren loopt, is het theater. En het theater, dat is ook als je er komt, dan denk je dat het, als je niet goed kijkt, dan denk je dat het best wel mooi. Maar dat moet echt heel hard aangepakt worden. Als je al zoveel jaar lang gewoon te weinig onderhoud doet, is het gewoon niet vol te houden. En dat zijn wel twee hele mooie, belangrijke dossiers om daar gewoon deze periode ook echt te gaan realiseren. En hoe zit het met het onderwijs in Wassenaar? Ja, het onderwijs in Wassenaar is denk ik, in Wassenaar hebben we gewoon de luxe van twee hele grote middelbare scholen. Dus dat is voor een gemeente met 26.000 inwoners is dat onwijs gaaf. Wat één ding wel is, als je naar de middelbare scholen kijkt, is en zijn we wel bezig om te kijken of we dat kunnen doen, een VMBO-onderwijs. Dat is gewoon een deel van de Wassenaarse jeugd heeft, kan hier gewoon een deel zijn jeugd niet doorbrengen. Ja, de praktijkopleidingen. De praktijkopleidingen, dus de theoretische afdeling die zit bij het Adelbert, maar gewoon een heel groot deel die moet naar Noordwijk, naar Katwijk, of naar Leiden of naar Den Haag. Ja, dat is natuurlijk wel heel jammer dat je niet gewoon met je eigen vrienden hier ook naar school kan gaan. Maar dan hebben we ook nog het verkeer in Wassenaar. Ja, het verkeer, dat is natuurlijk wel, weet je, de bereikbaarheid van Wassenaar. Wassenaar is ook super aantrekkelijk omdat het dicht bij alle grote steden zit. Dat is ook wel een van de redenen waarom ik hier zo verrukkelijk ben blijven wonen. Maar het nadeel is wel, als er maar iets gebeurt op de A4 of op de A44, is het hier helemaal vast. Wat gaat het CDA daar dan, als het aan hun ligt, aan doen? Nou, weet je, een van de allergrootste uitdagingen die, afgezien van wat er nu al speelt, erbij komt, is die hele grote woningbouwlocatie hier vlakbij. Dus dat is wel echt cruciaal dat we dat goed weten te regelen. Dus Valkenburg? Valkenburg. Als daar dadelijk zo ongeveer 5000 woningen bij komen en dat betekent dat die auto's allemaal hier door het dorp gaan, dat kan natuurlijk echt niet. Want het is hier al, soms is het gewoon echt ontoegankelijk. Dus dat moeten we gewoon bikkelhard aanpakken. En daar zijn we ook wel echt toe bereid om met de burgers, met alle politieke partijen van Wassenaar om te kijken, wat is daarvoor nodig? En dan kunnen soms ook, weet je, je ziet soms hele mooie ideeën als fietsstraten. Daar kun je ook gewoon het verkeer goed mee tegenhouden. Verkeerslicht om veel meer te doseren. Echt, er zijn heel veel dingen mogelijk, maar die moeten ook wel gaan gebeuren. Zitten er in Wassenaar wel heel veel partijen waar jullie een akkoord mee moeten vinden op allemaal verschillende onderwerpen? Hoe doe je dat? Ja, dat is wel heel erg leuk. Ik geloof dat hier in deze gemeente hebben 8 partijen meegedaan aan de verkiezingen. En binnen de kortste keer hebben we inmiddels 10 fracties. Dus af en toe zeggen we wel eens, als we fractievoorzitters bij elkaar zitten, dan heb je al bijna de meerderheid in de gemeenteraad. Dat is misschien ook best wel een zorgpunt. Maar ja, elke gemeente krijgt de politici die ze verdienen. Dus als wij het met 10 fracties moeten doen, doen we het met 10 fracties. En dan is het denk ik wel dat we met elkaar erin geslaagd zijn om gewoon een hele mooie coalitie te smeden. En dat is lang niet in alle gemeentes in deze regio het geval, maar 16 van de 21 raadsleden zitten in de coalitie. Dus dat is wel gewoon een hele mooie, brede samenwerking. Maar het is natuurlijk ook nog veel leuker. Ik ben wel ooit eerder lid geweest van de gemeenteraad hier in Wassenaar, 8 jaar lang. En dat was nog in de monistische tijd. Dus ik streef altijd wel ook gewoon naar zo'n breed mogelijke samenwerking met elkaar. Dus ook het oppositie-coalitie, het is allemaal wel mooi, maar we moeten wel in het belang van Wassenaar werken. En als je dat voorop stelt, dan denk ik dat je met z'n allen veel verder komt. Hoe ver vindt het CDA dat de mensen ook invloed hebben op de klimaatverandering? De klimaatverandering. Ik denk, ja, tuurlijk speelt. Ik denk bij klimaatverandering speelt heel veel dingen mee. Maar één ding, we zitten hier in Wassenaar. En dit is de gemeente met de grootste biodiversiteit van heel Nederland. En dat is wel echt hartstikke mooi. En ik had het net over Valkenburg. Valkenburg woningen is ook cruciaal dat die er meer bij moeten komen. Maar het is ook wel heel goed. We hebben hier de verbinding tussen duinlandschap en het Groene Hart. Ja, dan moeten we echt heel erg zuinig zijn met elkaar. En er is zoveel groen. En ik bedoel, we moeten, als we het over klimaat hebben en milieu, ik heb het veel meer liever over het milieu, dan is het gewoon cruciaal ook om dat zo breed mogelijk te zien. Weet je, het ene land gaat van het gas af,
andere land gaat voor een deel soms aan het gas. Het is soms ook voor de burgers heel erg moeilijk om het allemaal te blijven begrijpen. Maar het is wel gewoon cruciaal dat je gewoon super zuinig bent. En dat is met name hier in dit gebied. Hoeveel mooie natuurgebieden wij hebben. Ja, dan moeten we super zuinig zijn dat mijn kinderen, mijn kleinkinderen en mijn achterkleinkinderen daar ook weer van kunnen genieten. En dat is denk ik wel heel erg van belang. En die balans, daar gaat het denk ik om. Een oud leraar van het Rijnland, die gaf daar biologie. Dat is een plastic surfer, zo'n soepsurfer gebeuren. Ja. Die jongen die vertelde over dat hij heeft gerealiseerd, met heel veel anderen natuurlijk, dat er statiegeld op kleine plastic flesjes komen. Wat vind je van plastic en wat kunnen we daaraan doen als gemeente? Ja, ik merk zelf al dat we gewoon met z'n allen hier gewoon heel erg bezig zijn om afval te scheiden. Zo min mogelijk plastic gewoon mee te nemen en te gebruiken. En daar veel bewuster mee bezig te zijn. En dat is denk ik gewoon heel erg goed. En dat moeten we als politiek ook ongelooflijk stimuleren. Dat is van belang. Dus wij gaan ook veel meer parkjes hier aanleggen waar mensen alle PMD naartoe kunnen brengen. En andere mensen roepen weer in de gemeenteraad ook dat het allemaal weer aan huis moet. Nou, niet iedereen heeft plek voor 5-6 containers. Dus het is wel gewoon heel erg goed om daar bewust mee bezig te zijn. En ook gewoon te kijken wat we met z'n allen eraan kunnen doen. En dat is gewoon denk ik prima. En hoe minder we ervan gebruiken, des te minder problemen we ook hebben. En dat is denk ik nog veel belangrijker. En dan hebben we nu de nieuwe burgemeester, burgemeester Lene Ter Lange. Gaat dat goed onder zijn supervisie? Ja, voor mij was ook weer de reden om in de politiek actief te worden. Om gewoon de zelfstandigheid van Wassenaar. Ja, ik vind Wassenaar hoort gewoon zelfstandig te zijn. Wassenaar is zo'n mooie gemeente. Dat verdient Wassenaar en dat verdienen de Wassenaarders. En dan is het gewoon de kers op de taart eigenlijk, dat we dan nu ook weer een kroonbenoemde burgemeester hebben. En ook dat vind ik wel heel mooi, dat we dat met elkaar hebben weten te regelen. Zonder ook maar één smetje in de krant of in de publiciteit. En als je het vergelijkt met andere gemeentes, is er soms best wel wat gedoe over. Nou, bij ons is dat gewoon zonder ook maar één kabbeltje in het water of zo voor elkaar gekomen. Dus dat is hartstikke mooi, denk ik. Als het nou weer verkiezingen zijn, waarom moeten we dan op het CDA stemmen? Nou, ik wil één ding zeggen. Toen ik in de eerste periode in de raad zat, hadden wij 6 en 5 zetels. We hebben er nu nog 3. Dus als ik volgende keer weer mee ga doen, dan gaan we er zeker voor streven om er eentje bij te krijgen. Want dat is gewoon absoluut noodzakelijk. En waarom gaan we dan op jullie stemmen? Wij zijn denk ik de meest lokale partij van Wassenaar. En dat is wel heel grappig als ik dat zeg. Die andere, we hebben hier sommige partijen die zich afzetten tegenover de landelijke partij. Dan roepen ze CDA is landelijk. Nou, als er één landelijke partij is die het meest lokaal is van allemaal, dan zijn wij het gewoon wel. En wij zitten in Noord, wij zitten in Zuid, we zitten in het centrum, we zitten overal. Onze mensen zijn ook gewoon, je hoeft niet te zeggen dat ze vrijwilligerswerk doen. Die zitten gewoon met de genen ook overal tussen. En wat dat betreft is het, en dat is denk ik in onze samenleving ook, als je ziet hoeveel mensen zich inzetten voor Wassenaar en voor de Wassenaarders, nou, dan zijn er zoveel mensen die gewoon echt bij ons horen. Dus dat gaat vast zeker goed komen. En wat doen jullie allemaal voor de zorg? Ja, de zorg is natuurlijk hartstikke belangrijk. Het is een van de kerntaken voor de gemeentes tegenwoordig. Zowel de zorg voor de ouderen als voor de jongeren is gewoon cruciaal. En als je ziet, heel veel gemeenten in Nederland is bijvoorbeeld de jeugdzorg momenteel een van de grootste problemen. Geldt ook hier in Wassenaar. En we hebben een tekort ongeveer daarop van 1 miljoen. En dan krijg je 3 ton per jaar extra van deze minister. Ja, het is allemaal mooi, maar daar kunnen we het niet meer redden natuurlijk. Dus dat is ook wel de ultieme uitdaging om met elkaar te kijken hoe we dat beter kunnen organiseren. Ondanks dat het een grijs dorp is, zijn het dus toch wel veel kinderen. We hebben ook heel veel kinderen. Weet je, Wassenaar denkt allemaal dat zijn alleen maar rijke mensen en er is nooit iets aan de hand. Dus het gaat allemaal vanzelf. Maar het is natuurlijk ook wel heel erg van belang om de kinderen gewoon wel de jeugdzorg te geven die ze nodig hebben. Maar af en toe ook wel te kijken of we soms bepaalde dingen van de jeugdzorg ook anders kunnen organiseren. Want we hebben in Wassenaar heel veel mensen die heel veel dingen kunnen. We hebben een mooie schooladviesdienst, we hebben jeugd- en jongerenwerk. En we kunnen natuurlijk ook kijken hoe we dat zo optimaal mogelijk benutten. Ook voor onze kinderen, voor de zorg. Met de sluiting van het Bronnevo duurt het voor de Wassenaar dus toch wel erg lang om in een ziekenhuis te komen, hè? En zeker in de weekenden. Denken jullie daarover na? Ja, dan denken we zeker over na. En dat vinden we natuurlijk ook heel erg, echt heel erg balig gewoon dat zo'n ziekenhuis gesloten wordt. Want heel veel kindjes in Wassenaar zijn allemaal, mijn kinderen ook, zijn allemaal in Bronnevo geboren. Bronnevo hoort echt een beetje bij Wassenaar. Dus we zijn heel blij dat we hier nog een gezondheidscentrum hebben. En dat gaan we ook koesteren om zo goed mogelijk open te houden en voor elkaar te krijgen. Misschien nog wel uitbreiden ook met nog veel meer huisartsenzorg. Maar dat het poetst niet weg dat het ziekenhuis gewoon gesloten wordt. En we hebben gelukkig nog Leiden vlakbij en een deel van Den Haag aan de andere kant. Maar het is heel erg wennen voor de Wassenaarders. En af en toe is het ook wel echt balen dat je dan zo ver weg moet. En zeker, weet je, het is wel een kleine afstand misschien, relatief. Maar het is wel de hele andere kant van Den Haag. En dat is niet makkelijk te bereiken. Zeker niet, als je nood... Dus dat is echt het probleem. Weet je, je moet het ook weer vergelijken met andere streken in Nederland. Dus we hebben best nog wel veel ziekenhuizen hier. Maar het is gewoon echt balen.
En dan huisvesting. Ja. Huisvesting is altijd al een flink probleem geweest in Wassenaar. Maar het is de afgelopen jaren alleen maar een veel groter probleem geworden. En dat is wel, we hebben onlangs een heel gaaf politiek café georganiseerd over de huisvestingssituatie in Wassenaar. En als je dan kijkt van ja, welke prijzen in Wassenaar gevraagd worden voor huizen. En dat is voor een deel is het de gewone marktontwikkeling, maar voor een deel ook de expats. Ja, het is voor jongere mensen en mensen die niet een heel hoog inkomen hebben, is gewoon niet meer te wonen hier. En dat is gewoon niet goed. En daar moeten we met z'n allen wat aan gaan doen. En ik ben over heel veel dingen in Wassenaar tevreden, maar over de voortgang van de woningbouw, nou, dat moet echt sneller, dat moet beter. Zijn we verplicht natuurlijk om ook mensen op te vangen die op de vlucht zijn geslagen? Mm-hmm. Wat vindt het CDA van de nieuwe Nederlanders? Van de nieuwe Nederlanders? Wat vindt het CDA van de nieuwe Nederlanders? Moet ik even goed over nadenken. Het oude Nederlanders, nieuwe Nederlanders. Ik ben van Ierse komaf. Ben ik een nieuwe Nederlander? Mijn vrouw is een Molux. Is dat een nieuwe Nederlander? Nee, ik zou het herformuleren. Maar, ja, wat vinden ze van de vluchtelingen? Van de mensen die hier huisjes willen en dan hier een nieuw leven willen opbouwen? Ja, weet je, zoals in Duinwelde. Ik ben daar ook heel trots op. Van, we hebben daar gewoon een heel groot centrum voor de vluchtelingen. Weet je, en er is ook geen gedoe als de opvang daar is. Dus dat is ook weer iets wat echt bij Wassenaar hoort. Bij heel veel andere gemeenten, als daar gevraagd wordt over een asielzoekerscentrum. Nou, dan iedereen loopt op en tegen. Nou, hier niet. Dus dat is denk ik heel erg mooi. En voor de rest moeten we natuurlijk wel gewoon kijken dat we allemaal onze taakstellingen doen. Dat doen wij in Wassenaar ook. En dat doen we in heel veel gemeentes wordt dat gedaan. Dat is gewoon prima, denk ik.